kaas. Het bevat veel verzadigd vet en zout. Je zou zeggen, dat maakt kaas ongezond. Maar dat lijkt toch niet waar. Kaas bevat verschillende voedingsstoffen. Denk aan de eiwitten, dat is de basis van deze structuur. De mineralen, zoals calcium. Vitamines, zoals vitamines B en K. Vet, en dat is dan vooral verzadigd vet. En zout. Als we deze voedingsstoffen los eten, dan is aangetoond dat een aantal daarvan een negatief effect hebben, zoals de verzadigde vetten en de zouten. En anderzijds zijn er ook stoffen die positief effect hebben, de eiwitten en de vitamines en de mineralen. Maar om te begrijpen wat de voedingsstoffen in dit blokje kaas doen, moeten we ons niet focussen op de individuele voedingsstoffen, maar kijken naar het geheel en hoe dit blokje kaas in ons lichaam wordt afgebroken. Wat belangrijk is, is dat in kaas die stoffen niet los aanwezig zijn, ze zitten gevangen in deze eiwitstructuur. En doordat ze hierin gevangen zitten, worden ze tegelijk verteerd in ons lichaam. In de maag zitten enzymen. En die enzymen zijn eigenlijk een soort schaartjes. En die schaartjes die knippen het eiwit kapot, waarbij brokstukken kunnen ontstaan die gezond voor je zijn. Deze kunnen bloeddrukverlagend zijn. De kleine stukjes kaas die in de maag gevormd zijn, gaan vervolgens verder naar de dunne darm. In de dunne darm worden vervolgens die stukjes kaas verder afgebroken, waarbij ook de andere voedingsstoffen vrijkomen. En de vitamines en de mineralen worden vervolgens opgenomen in het bloed. Het vet wordt vervolgens ook afgebroken en een deel hiervan wordt opgenomen. Kaas bevat heel veel calcium. Het grootste gedeelte van dit calcium wordt opgenomen, maar een ander deel plakt aan het verzadigde vet vast. Het verzadigde vet dat aan het calcium plakt, wordt door je lichaam niet opgenomen, maar dat poep je uit. En daardoor heb je uiteindelijk minder van dit ongezonde vet dat in je lichaam wordt opgenomen. En dat is de reden dat deze structuur zo belangrijk is. Hierdoor krijg je de voedingsstoffen samen binnen. Als je bijvoorbeeld apart het verzadigd vet zou eten en pas uren later de calcium, zou het verzadigd vet wel opgenomen worden. Maar kaas is natuurlijk ook vrij zout. Als we kijken naar de 2 tot 3 boterhammen die een Nederlander gemiddeld eet, dan zit daarin 1,7 gram zout. En dat is 20% van wat we maximaal per dag zouden moeten eten. Vanaf de andere kant zit er ook 50 microgram vitamine K in deze 2 tot 3 boterhammen. Dat klinkt misschien weinig, maar dat is wel 70% van wat je per dag nodig hebt. En daarom is kaas een belangrijke bron van vitamine K. En anderzijds helpt het ook mee aan gezonde botten. Die gezondheidseffecten van kaas kan je op verschillende manieren onderzoeken. Als eerst heb je epidemiologische studies. Bij dat soort studies kijk je naar grote groepen mensen, 10 tot 100.000. En je gaat bij zo'n grote groep mensen vragen wat hebben ze gegeten. En vervolgens kijk je hoe het met hun gezondheid gaat. En uit dit type studies blijkt dat mensen die meer kaas eten niet ongezonder zijn. Het voordeel van dit soort studies is dat je naar grote groepen mensen kan kijken. Aan de andere kant zijn de gegevens hier verzameld niet heel precies, want mensen moeten zelf opgeven wat ze gegeten hebben. En ook kan je niet alleen naar kaas kijken en kan je geen aanpassing in de voeding doen van de mensen die aan dit soort studies meedoen. Dat kan wel bij een experiment. Dan werk je met veel minder proefpersonen. Zo is er onderzoek gedaan waarbij die proefpersonen kaas kregen of boter kregen. En als ze evenveel vet binnenkrijgen uit die kaas in de boter, zie je toch dat bij kaas het cholesterolgehalte 5% lager is. Dit komt door de balans van verschillende stoffen in de structuur van kaas, waarin eiwit, calcium en verzadigd vet samen zitten. Zoals eerder uitgelegd kan het calcium aan het verzadigd vet plakken. En dat gebeurt wel in kaas, maar in boter zit nauwelijks calcium, dus gebeurt dat niet. Waardoor je bij kaas minder van die ongezonde vetten in je lichaam opneemt. Andere onderzoekers denken dat er een rol is voor sphingolipiden. Die sphingolipiden die vormen de buitenkant van een vetbolletje. Op het moment dat je kaas maakt, komt dat vetbolletje met die sphingolipiden in de eiwitstructuur terecht. Maar als je boter maakt, dan raak je een groot deel van die buitenkant kwijt, waardoor in de uiteindelijke boter maar een kwart van de sphingolipiden aanwezig is. Die sphingolipiden hebben veel functies. Zo komen ze door ons hele lichaam voor. Maar ook kunnen ze mogelijk bloeddrukverlagend zijn. Wat onderzoek naar de gezondheidseffecten van kaas complexer maakt, is dat kaas een gefermenteerd product is. Bij fermentatie worden bacteriën toegevoegd die het melksuiker uit zuivelproducten omzetten in melkzuur. Daardoor is een product als melk zoet, terwijl yoghurt of kaas zuur is. Producten die gefermenteerd zijn, lijken een positief effect op onze gezondheid te hebben. Ze zorgen voor meer gezonde bacteriën in je darmen en ook helpen ze bij de vertering, waardoor je voedingsstoffen zoals vitamine en mineralen beter kan opnemen.
Kaas bevat dus veel verschillende voedingsstoffen, zowel negatief als positief. En als we die effecten samen nemen, dan zien we dus dat de negatieve effecten van het zout en het verzadigd vet gecompenseerd worden door de positieve effecten van het eiwit, de vitamines en de mineralen. Dat zorgt er dus voor dat kaas geen risico vormt voor je gezondheid, maar tegelijk ook niet een duidelijk positief effect heeft. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over je eigen gezondheid als je kaas eet. Ik doe dat in elk geval niet. Mensen vinden zingende vogels leuk. Maar vinden de vogels het zelf ook leuk om te zingen? Ik ben Sita, bioloog. En de volgende aflevering vertel ik je er alles over.